NOS-journaal met Gerard Arminkhoff. Goedemiddag. Oplopende spanning in China. Een dag nadat Sovjet-leider Gorbachev het land heeft verlaten, is het leger in staat van paraatheid gebracht. De regering wil een einde maken aan de demonstraties in het centrum van de hoofdstad Beijing. Desnoods met geweld. De hervormingsgezinde partijleider Zhao Jiang zou zijn ontslag al hebben aangeboden, omdat er nu actie wordt ondernomen tegen de studenten. Op dit moment, het is nu nacht in Beijing, trekken de regeringstroepen op naar het plein van de Hemelse Vrede. Maar een deel van het konvooi is onderweg, tegengehouden door tienduizenden demonstranten. Vanmorgen waren de troepen al in de buitenwijken van Beijing, maar ondernamen nog geen actie tegen de studenten. Die beëindigden in de loop van de dag hun hongerstaking. Geheel onverwacht brachten premier Li Peng en partijleider Zhao Jiang in de vroege ochtend nog een bezoek aan de hongerstakers op het plein. Al meer dan 2000 studenten zijn als gevolg van hun actie ingestort en naar ziekenhuizen gebracht. De hongerstaking is weliswaar beëindigd, maar studentenleiders hebben al laten weten dat de betogingen voor meer vrijheid en democratie door zullen gaan. Ook vandaag kwamen weer duizenden mensen naar de hoofdstad om zich aan te sluiten bij de acties van de studenten. En als daar aanleiding toe is, schakelen we tijdens deze uitzending nog live over naar Beijing. De informatie over medicijnen is vaak gebrekkig of ontbreekt volledig. Dat is een van de belangrijkste conclusies in het verslag van de Consumentenbond over de actie De Medicijnlijn. Uit de ruim 4000 klachten die binnenkwamen bleek dat er vaak te snel en te veel medicijnen worden voorgeschreven, dat er verslavingsproblemen zijn en dat de geneesmiddelen in Nederland erg duur zijn. Maar de meest gehoorde klacht betrof de ontbrekende of onbegrijpelijke bijsluiters. Wij zouden het goed vinden als de apothekers en de fabrikanten nu eindelijk zouden zorgen dat die bijsluiters begrijpelijk zijn en dat de staatssecretaris daar controle op uit ging oefenen. Straks een reactie van de apothekers op de klachten van de Consumentenbond. Volgens nieuwe richtlijnen wordt het dwingen van vrouwen tot prostitutie beschouwd als vrouwenhandel. Justitie heeft hierover nieuwe richtlijnen vastgesteld. De politie mag voortaan een onderzoek starten naar mogelijke uitbuiting zonder dat de prostituees een aanklacht hebben ingediend. In de eerste plaats, zoals ik net zei, is het redelijk vermoeden van schuld sneller aanwezig, die uitbuitingssituatie. De bewijslast wordt daardoor ook wat eenvoudiger en de strafmaat wordt verhoogd tot 6 jaar. Dus ik denk dat de conclusie is, en dat is wat wij hopen, dat het makkelijker wordt om te vervolgen en minder interessant voor een bordeelhouder en vrouwenhandelaar. Reddingswerkers zoeken tot aan hun borst in de modder naar overlevenden van een aardverschuiving in Salvador in Brazilië. Zeker 28 mensen zijn daarbij omgekomen. De meeste in sloppenwijken die tegen steile hellingen liggen. Veel van de slecht gebouwde onderkomens zijn daar vernield. Al weken regent het in Salvador en omgeving bijna aan één stuk, waardoor al 30.000 mensen dakloos zijn geworden. De Sovjetstaten Estland en Litouwen blijven het Kremlin tarten. De parlementen van de twee deelrepublieken hebben wetsvoorstellen aangenomen die tot grotere economische zelfstandigheid ten opzichte van Moskou moeten leiden. Vanaf volgend jaar willen ze meer zeggenschap over hun bodemschatten, industrie en staatsbegroting. Verder besloot Estland tot invoering van een eigen munt in plaats van de Russische roebel. En Litouwen wil dat Sovjetwetten pas gelden als ook hun parlement het ermee eens is. Estland had zo'n besluit al eerder genomen. De nieuwste 747 landde om even over 12 op Schiphol. Als eerste Europese luchtvaartmaatschappij kreeg de KLM de type 400 gisteren overgedragen bij de Boeing vliegtuigfabriek in Seattle. De vrouw van Andrew Young gaf het toestel de naam Atlanta. Ingenieur Wolleswinkel van de Rijkslugvaartdienst verzekerde de Amerikaanse media dat hij het een veilig vliegtuig vindt. Ook al moet er nog het een en ander aan worden verbeterd. Met maar 2 vliegers voorin kan het ruim 13.000 kilometer non-stop afleggen. Massale vissterfte in de IJssel. Er is al 8 ton aan dode brasem uit het water gehaald door leger en vrijwilligers. De sterfte heeft te maken met de hoge waterstand van enkele weken geleden. Veel brasem is toen in de uiterwaarden van de IJssel terechtgekomen. Door het droge weer nu is het waterpeil flink gedaald en kon de vis niet meer terug naar de IJssel. Alle brasem is gestorven wegens een te laag zuurstofgehalte in het water. En dat uitgerekend in de paartijd. In Amsterdam is de schrijver en jurist Abel Hertzberg overleden op 95-jarige leeftijd. Abel Jacob Hertzberg werd bekend met zijn boek Amor Fati, een authentiek verslag over het concentratiekamp Bergen-Belsen, en Onderdrukking en Verzet over de Jodenvervolging. Hertzberg kreeg in 1964 de Constantijn Huygensprijs en in 1974 de PC Hoofdprijs.
Het gaat dus nog steeds niet goed met de informatie voor gebruikers van medicijnen. Ook al staat zelfs in de wet dat alle medicijnen voorzien moeten zijn van een bijsluiter, waarop staat wat de werking is en of er bijverschijnselen zijn. We praten erover met voorzitter Tromp van de apothekersorganisatie. Meneer Tromp, er gaan dus nog steeds medicijnen de toonbank over zonder die bijsluiter. Hoe kan dat nou? Als ik het rapport moet lezen, dan klopt dat inderdaad. En daar is ook wel een reden voor te verzinnen. Er is ook wel aan te tonen. U moet goed weten dat wat u zegt, in de wet moet er altijd een bijsluiter bij. Dat klopt. Dan praten we over ongedeelde verpakkingen. Op het moment dat een apotheker op verzoek van de arts met behulp van het recept een verpakking gaat aanbreken, en vaak gaat het dan om hele grote verpakkingen, dan heeft hij niet voldoende informatie in die verpakking om aan alle patiënten van waaruit hij daar een portie van meegeeft, een bijsluiter te kunnen meegeven. Dat is dus een tekortkoming van de industrie die onvoldoende exemplaren erbij doet. In dat geval is dat inderdaad een onvoldoende exemplaren, een tekortkoming van de industrie. En wat gaat u daaraan doen? Daar hebben wij van het voorjaar in februari de industrie over benaderd, want we hadden ook wel het gevoel dat daar voor een groot aantal gevallen op stuk liep. We hebben gezegd van mensen, stop er alsjeblieft voldoende informatie erin, de patiënt heeft daar behoefte aan. En toen heeft de industrie gezegd, een aantal althans, en zijn wat terughoudend erin, van nee, in de wet staat 1 bijsluiter per verpakking, meer niet. Dus dat is puur tegenwerking, zou je zeggen. Maar dan staat het u als apothekers vrij om uw medicijnen in te kopen waar u wil. Dus die producenten kunt u vermijden. Die kunnen we soms vermijden, want niet elk geneesmiddel kunnen we op meer plaatsen betrekken. Ja. Maar als dat kan, als je op meer plaatsen hetzelfde geneesmiddel kunt kopen, hebben wij onze leden aangeraden van mensen, kijk daar goed naar, zorg ervoor dat je altijd informatie in huis hebt bij dat product, dus koop het bij de goede leverancier. Dus eigenlijk wilde u een soort boycott van de producenten die niet meewerken? Ik vind het woord boycott een beetje zwaar, maar we zullen onze leden goed informeren waar ze wel en waar ze niet voldoende bijsluiten. Ja, maar het komt neer op een soort boycott, kan je zeggen. Nu is het ook nog zo dat de apothekers zelf wat kunnen doen natuurlijk. Ja, doen ze ook. U heeft verstand van medicijnen, dus waar een industrie in gebrek blijft, kunt u ook nog. Nou, het kopieerapparaat hanteren is natuurlijk al heel gemakkelijk. Er zijn ook een groot aantal geneesmiddelen die we in de apotheek zelf maken. Ongeveer 15% maken we zelf. En als beroepsorganisatie hebben we al gedurende een aantal jaar daarvoor bijsluiters gemaakt en daar hebben we ook de patiënten als een patiëntenorganisatie naar laten kijken om ze leesbaar te laten zijn. En dan krijgen we ook niet van die problemen die we net op het beeld zagen waar een vertaling vanuit het Belgisch naar het Nederlands is geweest wat niemand meer begrijpt. Dus het probleem is echt gauw uit de wereld als ik u goed begrijp. Als wij bij de leveranciers daarop een gehoor krijgen, dan kan dat probleem gauw opgelost zijn. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de apothekers ook ons raad opvolgen en altijd informatie meegeven. Meneer Tromp, dank u wel. Na een aantal maanden vertraging heeft de KLM, zoals ze dat zelf noemt, een nieuw vlaggenschip gekregen. De Boeing 747-400. Eigenlijk één grote vliegende computer. Maar voordat u ongerust wordt, de vlieger in de cockpit houdt het laatste woord. Aan de Amerikaanse westkust in Seattle staat het grootste gebouw ter wereld. Hier worden de grootste vliegtuigen ter wereld gemaakt. Zorgde de ramp in Lockerbie begin dit jaar nog voor grote vertraging. Nu zijn er volop jumbojets in aanbouw en praktisch allemaal zijn ze van het modernste type. Louis van der Made, chef vlieger van de KLM, kwam er gisteren, om het zo te zeggen, eentje ophalen. Om hem samen met zijn collega's naar Schiphol te vliegen. Vliegt het nieuwe toestel nu anders? Vliegen op zich, ja, het wordt wel anders. Je hebt meer afstand van het geheel. Dat de automatisering is toegenomen, moet je meer de zaak managen dan dat je actief zelf aan het sturen bent. Het is leuk om dit mee te maken. Als je ouderwets begonnen bent, dan deze ontwikkeling helemaal meemaakt, vind ik dat erg leuk. Van binnen is de nieuwste 747 niet ruimer dan de al bestaande, maar het werk aan boord is wel een stuk efficiënter gemaakt. De film is voortaan op tv-toestellen aan het plafond te zien. Vooral 's nachts een opvallend gezicht. Maar het grootste voordeel voor de passagiers? De lagere limieten die we aan kunnen bieden. Het in mist met nog minder zicht landen. Dat geeft een grotere zekerheid over het aankomen op de bestemming, op tijd. Er is de afgelopen dagen veel te doen geweest over dit nieuwe vliegtuig. Veel mensen vroegen zich hardop af of het wel veilig genoeg was. Er zullen inderdaad nog een aantal kleine veranderingen aan moeten worden aangebracht. Maar de eerste vlucht naar zijn toekomstige thuishaven Schiphol verliep vandaag in elk geval even veilig als vlekkeloos. Dan nog het laatste nieuws uit Peking. Premier Li Peng heeft daar zojuist de staat van beleg afgekondigd.
Hij deed dat om een eind te maken aan de al meer dan een maand durende studentendemonstraties. Op dit moment houdt Li Peng een televisietoespraak om zijn beslissing bekend te maken. Dan het weer tot slot. Het was zonnig en warm weer en dat blijft het ook. Zowel zaterdag als zondag is er nauwelijks bewolking en loopt de temperatuur op tot zo'n 26 graden. Op enkele plaatsen nogal hoger. En omdat de wind oostelijk blijft, zal het ook op het strand warm zijn. Dit was het 5:30 journaal. Goedemiddag.